Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Paper Mario video. De vorige aflevering was zo emotioneel. We zijn Bobby verloren. Als je wil weten hoe dat gebeurd is, dan moet je de vorige aflevering sowieso even checken. We zijn nu hier aangekomen in de tunnels en Olivia is weggerend. We moeten nu Olivia zien te vinden. Dus even kijken wat die mollen allemaal aan het sjouwen zijn hier zo in dit mollendorp. Hallo. Graven is een gave. Er is geen grotere gave dan graven. Daarom graven we gaten voor Bowser. Waar is Bowser eigenlijk? Normaal blijft die kerel nooit zo lang weg. Nou, precies. Waar is Bowser? We zijn Bowser echt al een hele tijd niet meer tegengekomen. Hallo? Kan dit open? Wat ben jij hier aan het doen? Zal ik jou hier eens even uittrekken, vriend? Hatsa! Wat zullen we nou krijgen? Ik ben hier aan het graven. Hij wil er helemaal niet uit. Oh, nice. 100 muntjes komen daar nog even uit. Oké, dit gaat een puzzeltje worden, jongens, deze tunnels. Ik voel het nu al. We gaan er gewoon overal kijken. En op een gegeven moment zullen we vast wel uitkomen waar we naartoe moeten. Oh, wacht. Wacht, ik zie het. Ik spring hier nou wel naar beneden, maar ik moet natuurlijk hier een tik tegen geven. Dan valt het om. Kunnen we hier opspringen? Kunnen we hier een klap tegenaan geven? Ja, oké. En dan? Oké, dan kunnen we zo achterlangs. Ja, ja, ja. En poging 2. Dan kunnen we zo achterlangs en dan ja. Kijk. Nou, gaat bijna nog een keer fout. In ieder geval, we hebben dit kistje te banken. Ah, en hier zit een belangrijke doos in. Oh, dit brengt me terug naar de vorige aflevering. Die doos was inderdaad belangrijk, jongens. Wat een aflevering was dat, jongens. Oké, wat zit er achter dit deurtje? Er zitten meer mollen. Wat moet je van me? Ik heb pauze. Dit is de kantine. Wel een beetje skeerde kantine hoor, jongens. Oké, doei. Eens even kijken. Dan gaan we maar hier omhoog. Heb jij dat bijtje aan het huilen gemaakt? We houden je niet voor pestkoppen. Dat was ik niet. Gewoon, de Olivia heeft gewoon pijn in haar hart. Ze heeft hartzeer. Ik heb de dansgrot gevonden. Oh, dit is het toilet. Wat? Hij zegt, vraag me niet waarom ik een dansje doe op de wc. Dat wil je niet weten. Ik weet niet hoor. Zitten jullie ook altijd zo te poepen? Oh, succes ermee, mol. Mazzel. Het volgende deurtje. Oh, is dit de kantine deel 2? Of is dit yoga ruimte of zo? Zijn jullie aan het sporten? Let maar op. Eén deze jaren ga ik mijn tenen nog aantikken. Graaf is onze lust aan leven. Maar dit is gewoon de verplichte yoga sessie. Ik zei het toch. Ze zitten yoga te doen. Yoga mollen. Wie kent ze niet? We gaan even naar kampvuurmol. Hallo kampvuurmol. Je weet nooit wat je gaat vinden als je begint met graven. Dat vind ik er juist zo leuk aan. Helemaal top, jongen. Kijk eens. 1000 muntjes erbij. We zitten alweer op 15.000 muntjes. Lekker. Waar komen we uit als we hier naartoe gaan? Oh, dan komen we nog verder bovenuit. Oké, wat is dit? Wat is dit? Waarom kan ik dit niet? Oh, ik kan dit wel kapot maken. Hallo. Hij was in die rots gekropen om een dutje te doen. Dat was 3 jaar geleden. Bedankt dat je me wakker hebt gemaakt. We krijgen een kleinigheidje van hem. Bedankt voor je 100 muntjes, man. Laat ik even kijken wat hier is. Oh, dit is de winkel. Hallo. De beste accessoires. Een miniaturenbel. Oh, nice. Die rinkelt als we in de buurt komen van een schatkist of een miniatuur. Super handig. Als we later alle collectibles willen gaan zoeken in deze game, dan heb je deze nodig. Dus laten we die kopen. Miniaturenbelletje. Hoppakee. 8000 muntjes. Daar doe ik het voor. Nou, de rest van de items, die heb ik niet per se nodig. Dus we gaan gewoon even door. We kunnen nog hier naartoe. Daar zijn we nog niet geweest. En dan kunnen we dit deurtje nog in. Hallo? Olivia. Olivia. Ach. Arme Olivia. Ze is zo verdrietig dat Bobby er niet meer is. Kom op, Olivia. We moeten dit samen doen. Olivia zegt, Bobby heeft zichzelf voor mij opgeofferd. En nu is hij er niet meer. Nee. Bobby is weg. Waarom deed hij dat? Vraagt Olivia. Ik weet niet hoe ik nu verder moet. En ook Mario. Ja, Mario is toch ook een klein beetje depressief. Zitten we er een beetje doorheen. We missen Bobby. Maar Olivia, kom nou. Ik ben te droevig om op te staan, zegt ze. Nee, kom nou mee, Olivia. Oh, ik moet je opvrolijken, hè? Ik moet iets vinden om Olivia mee op te vrolijken. Weet je wat gaaf zou zijn? Als Bobby gewoon terugkomt. Wat? Waar is iedereen? Waar zijn alle mollen? Is serieus iedereen nu gewoon verdwenen? Zijn ze nu allemaal weer keihard aan het werk? Zijn ze weer aan het graven of zo? Yo! Waar was iedereen nou naartoe, jongen? Kassa! Er is buiten een enorme rots ontploft. We hebben net alle stukken verzameld om te zien of we iets moois voor Bowser konden vinden. Geen idee wie die rots heeft gemold en dat maakt ook niet uit. Als we dit slim spelen, hoeven we misschien wekenlang niet te graven. Later! Zij profiteren ook van Bobby. Oh, jullie zijn weer terug. Jullie zijn weer terug. En nu? Oké, die daarboven zit ook weer gewoon te poepen. Dus even kijken waar we nou naartoe moeten, jongens. Iemand roept mij. Hè? Iemand roept mij hier tussen. Hallo? Is het Bobby? Bobby! Nee! Het is de spirit, de geest van Bobby. Oh.
Net als je dacht dat het niet meer beter werd. Bobby's geest is terug, jongens. En hij zegt, Olivia heeft het erg moeilijk met wat er is gebeurd. Als ze zichzelf niet bij elkaar raapt, is het net alsof ik alles voor niets heb gedaan. Maar jij bent Super M, Super M. Als iemand haar kan opvrolijken, dan ben jij het wel. Denk even na. Wat kan je doen om haar aan het lachen te maken? Met een lach op het gezicht kun je de hele wereld aan, toch? Dus misschien moet je haar laten lachen. Oh, Bobby, ik weet wat ik moet doen. We moeten natuurlijk zo'n masker opzetten. Dat kunnen we hier nog niet doen, blijkbaar. Dus we moeten eerst eventjes weer terug naar de kamer waar Olivia zich schuilhoudt. Waar ze heel verdrietig is. Ach, ach, ach. Ik kom eraan. Olivia, we gaan het Jungle Koning masker opzetten. Het Donkey Kong maskertje. Deze lijkt me toch wel echt het grappigste van de drie. Olivia. Olivia, kijk eens even. Ik ben het. Donkey Konkie. Nee? Is Donkey Konkie niet grappig genoeg? Wil je graag de ruimterobot zien? Samus? Pew pew. Pew 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 pew. Pew pew. Olivia. Olivia. Wil je een beetje lachen? Oké, nou, laten we ook nog Goomba even proberen dan. Olivia. Vind je Goomba het allergrappigst van de drie? Ja, oké, ik moet wel zeggen, deze is ook wel het meest hilarisch ook eigenlijk. Olivia, kan ik je opvrolijken? Nee? Of wel? Ze zegt in ieder geval, oh, dat is niet eerlijk, Mario. Probeer me maar niet te laten lachen. Jawel, Olivia. Ja, kijk, ze zegt, hihi. Maar bedankt. Ja, ze is er weer. Dankzij jou voel ik me nu een stuk beter. Ik kan niet bij de pakken neer gaan zitten. Dat zou Bobby niet gewild hebben. Nou precies, dat is wat Bobby mij ook zei. Dat is wat de geest van Bobby ook zei tegen mij. Laten we verder gaan. We moeten mijn broer tegenhouden, koste wat het kost. Nogmaals bedankt, Mario. En alvast bedankt voor alle heldendaden die je nog gaat verrichten. Oké, tijd om het gele lint te vinden. Oh, maar we moeten wel even dat belachelijke ding van ons hoofd halen, zegt Olivia. Yay, Olivia is weer terug. We kunnen weer verder. Woehoe. Ik ben benieuwd of Bobby zich ook nog even laat zien aan Olivia. Dat zou echt mooi zijn. Als Bobby ook nog even afscheid wil nemen van Olivia. Nee, ik denk het niet. Want Olivia die zegt, ik heb het idee dat we lekker op weg zijn. Laten we teruggaan naar de tunnel en het lint vinden. Soms is het goed om even een potje te janken, weet je wel. Hé, hè? Huh? Hé? Voel je dat? De vouwen in mijn nek stonden recht overeind. Ik krijg een sterk Bobby gevoel. Ja, Bobby is er nog. Nee, het is niet je verbeelding, Olivia. Bobby blijft gewoon bij ons. Oké, Bobby, bedankt voor al je hulp. Bedankt dat je dit hebt gedaan voor ons. We gaan door zonder Bobby. Maar met Olivia gelukkig weer. We gaan weer verder op pad. En we gaan hier door deze deur heen. Pak die deur en scheur hem kapot. Latsie, lekker. En door. Oké, nu komen we weer in een gebied terecht met allemaal enemies. Nu gaan we weer lekker battelen. Ik zie hier een tootje. Tootje, kom er even lekker onderuit, vriend. Hé, Toot heeft een machine of zo? Hij zegt bedankt, kerel. Ik zat aardig in de penari. In de penari? Dus ik ben blij dat je even voorbij kwam. En je wordt ook blij als je ziet wat voor prachtige occasions we in de aanbieding hebben bij de Toot-scheur-assers. Wat? Deze heeft een vermogen van 150 Yoshi's. Deze speciale instapper turbo met de maximale snelheid van een gouden paddenstoel. Wat? Dit rijtuig raast over woestijnvlaktes als gesmeerde bliksem over een pas geopende vloer. En als je de turboknop indrukt, wow, houd je snoer daar maar vast, kerel. Een gratis testritje is het minste wat hij aan kan bieden. Door dit fluitje aan te nemen ga je akkoord met onze algemene gebruikersvoorwaarden. Nou, dit is helemaal top. Bedankt voor het fluitje. En als we op dit fluitje blazen, dan komt het voertuig uit het niets tevoorschijn. Blijf wel in de woestijn, die banden zijn niet gemaakt voor ander soort terreinen. Kunnen we hier instappen? Ja, we kunnen instappen, maar we kunnen natuurlijk niet meenemen. Oh, we kunnen wel meenemen. Wat? Go! Mop! Hoppakee! Holy shit! We kunnen gewoon alle vijanden beuken, jongen. Mop! Pap! Dit is zo cool! Dit is zo vet! Dit spel wordt echt steeds beter. Dit is zo cool. Ik hou hiervan. Wat geweldig.
Toad, kom maar even uit die schep zetten, jongen. Wat was ik net? Een schep of een spade? Voor mij is het wel belangrijk. Je was een spadeschep, Toad. Hoor die muziek, jongen. Dikke hard rock, jongen. Dit is te gruwelijk, jongen. Gewoon in deze car. Is dit de woestijn? Vraagt Olivia. Het is zo donker en koud. Waar is de verzengende hitte? Ik dacht dat de zon zou verschroeien. Ja, inderdaad. Het is wel vreemd dat het zo koud is in de woestijn. Ik heb het gevoel dat dit een bijzonder ritje gaat worden, jongens. Let's go! Oh, dit valt mee. Ik dacht even dat het een of andere gigantische berg afwaarts was. Maar dat valt mee. We kunnen gewoon naar boven. Go, Mario! Oké, daar is het gele lint. Oké, dit ziet er wel spannend uit. De grote imposante vlakte is dit. Hij is wel groot, zeg. Oh, zegt Olivia. Het lijkt toch wel op een woestijn. Het is een uitgerekte vlakte vol zand. Maar die duisternis. Heeft de zon zich misschien verstopt omdat hij zo boos is? Ja, het ziet er wel aardig uit als een hele donkere zon. Dit gaat niet helemaal goed. Het is niet alleen donker. Het is net alsof er een zwart gat in de lucht hangt, zegt Olivia. En het is een vreemde plek. Een woestijn met een zwart gat waar de zon zou moeten zijn. Maar hoe gebeurt zoiets? Hoe heeft iemand daar nou een gat kunnen maken? Heeft Ollie een schaar? Of ik denk dat dit gele lint misschien wel de zon is. Zou dat kunnen? Het is in ieder geval niet bloedheet hier in de woestijn. Moet het zwarte gat even laten voor wat het is en gewoon het lint gaan volgen. Oké, maar voordat we het lint volgen, zie ik er achterin wel even zo'n vraagtekenblokje. Plus, ik zie hier een Toad. Toad! Ga niet dood! We moeten het sensorlab aan het picknickpak bezoeken voor de nieuwste snufje. Het lamineerpak. Het lamineerpak? Nou, dan gaan we zo eens kijken of we even terug kunnen warpen, denk ik. Ik vind deze beelden een beetje... die vertrouw ik niet helemaal, jongens. Kunnen we ook springen vanuit dit ding? Nee, dat niet. We moeten even eruit en dan hoppakee. Oké, maar even serieus. Wat zijn dit voor beelden dan? Hier moeten we sowieso iets mee gaan doen. Oh, wacht even. Die moeten we op een bepaalde manier neerzetten. Dus als we deze nou nog eventjes omdraaien, dat ze allemaal naar elkaar toe kijken. Ja, kijk. Kijk eens. Ik weet niet wat hier tevoorschijn komt, maar er komt iets tevoorschijn. Wat is dit? Oh. Oh, wacht even. Het is een microfoon. Wat doet er een microfoon in de woestijn? Olivia zegt, nou, dan moet ik echt even gaan zingen. Olivia, ga jij lekker even een concertje geven? Ze kan het niet helpen, want de passie giert door haar hele lichaam. Doe je ding, doe je ding. Ga lekker zingen. We kunnen een verzoekje indienen. Stroom van het leven of hartstikke blij? Nou, laten we voor hartstikke blij gaan. Dat klinkt wel hartstikke leuk. Woo, yeah. Doei, doei, doei. Nou, dat was mooi. Dat was prachtig, Olivia. Wil je ook nog even de stroom van het leven zingen voor mij? Oké, dit is een serieus lied. Hier moeten we even vol respect naar luisteren. Golf na golf, bocht na bocht, hoor me aan, zong de veerman. Oh, dit is het liedje van de Toad. Van de veerman Toad, van de boot Toad. Nou, goed gedaan, Olivia. En nu? Nu heb je beide liedjes gezongen. En oké, dat was het blijkbaar. Waarom krijgen we daar niks voor? Ik had wel verwacht dat we er iets voor zouden krijgen. Maar misschien komt dat later nog. Misschien moesten we dit nu nog helemaal niet doen. Misschien moesten we dit pas doen als de woestijn weer lekker warm is. En dat Toads hier weer willen chillen omdat het zo lekker warm is. Hallo Tootje. Als bedankje zal ik je op dat belangrijk uitziende altaar wijzen. Ja, bedankt. Alsof ik dat nog niet had gezien, pik. Oké, wat is dit voor een altaar? Een of ander platform? Is dat een afbeelding van de zon? Ja, daar lijkt het wel op. En heeft dat misschien te maken met deze cirkeltjes die hier zo uit de grond komen? Er gebeurt niks als we ze slaan, zegt Olivia. Nee, dat merk ik inderdaad. Oké, wat gebeurt er als we hierop gaan staan? En wat is dit voor kookpot ding? Een grote kom havermout, volgens Olivia. Gadver. Ik vind havermout gooi. Hè? Ik weet niet wat jullie van havermout vinden, maar dat vind ik echt een van de vieste dingen op de wereld. Net als Chinese kool. Anyway, iemand hier houdt wel van een stevig ontbijtje. Oh wacht, dit is zand. Maar waar is dit ding dan voor? Moeten we er misschien iets in leggen? Ja, alleen wat we erin moeten leggen, dat heb ik nog niet gevonden. Oh, dan gaan we maar eens even op zoek naar hetgeen wat we moeten vinden. Hey, kijk, een warpipe. Dat is chill. We moesten sowieso toch ook nog even terug. Dus dat kunnen we zo nog even doen. Maar ik ben ook nog wel benieuwd wat er nog meer hier in dit woestijn allemaal te vinden is. Oh, sowieso een dry bones. Wat doen jullie hier, jongen? En deze Buzzy Beetles, die krijgen even een klap van de hamer. Hoppakee. Willen jullie ook een lekker tikkie? Hatseflats. Yeah, nice. Dan ben ik toch wel echt benieuwd wat we hier moeten doen, jongens. Toad, kan jij me helpen? Het schijnt dat jij de trotse eigenaar bent van zo'n blitz instapmodel. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar jij gaat er weer vandoor.
doei. Dan ga ik even dit gat maken. Hoppakee. En dan gaan we even hier deze kant op. Ah, kijk, we moeten vast daarin. Maar eerst wil ik even die upgrade ophalen. Dus we moeten even terug in deze warpipe. En dan moeten we even vanuit het Tooddorp hier naartoe. En dan daar richting dat wifi-signaal huis. Als het goed is, hebben ze nu een upgrade van mij. Ja. Hallo. Ik had ook gewoon die oranje warpipe kunnen pakken, blijkbaar. Hallo. Hij zegt dat hij sensationeel is, omdat hij zichzelf echt heeft overtroffen. We moeten even een klein gedachte-experimentje gaan doen. Wat als we nou eens een apparaat maken dat dingen kan vinden, maar eentje die het lastiger maakt om jou te vinden? Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde hij het lamineerpak. Hiermee kunnen we ongezien voorbij vijanden sluipen. Oeh, dat is nice. Let's go. Yo. Kijk, kijk, we hebben een mooi spookpakkie. Een mooi lamineerpakje. We zijn doorzichtig. Het is net Harry Potter, jongen, met zijn invisibility cloak. Dus als we er zo uitzien, dan noem ik hem gewoon Harry in plaats van Mario. Yo, Harry! What up? Ja, oké, hij ziet ons niet. Ja, nou, top. Natuurlijk verbruikt het lamineerpak ook gewoon stroom. Die batterij die je rechtsbovenin ziet. Althans, als mijn camera er niet voor staat. Genoeg geklets. Laten we het eens uitproberen. Oh, we moeten de finish zien te vinden. Ja, oké. Okay. We moeten naar dat vlaggetje. Hallo, hallo Goomba. Hallo, draai je eens even lekker om. Ga eens even lekker snel, even... Ja, dankjewel. Oké, okay. Later. Oké, okay, dit is wel handig. Oké, okay, het volgende parcours. Volgens mij kunnen we gewoon zo, ja. En dan zo, top. En dan zo. Ja, toppie. Ja, ga er maar langs. Lekker. Nou, deze hebben we ook weer gehaald. Oeh, maar nu wordt het echt moeilijk. Hoe komen we daar? Oh, we moeten achter ze aanlopen. Het wordt niet moeilijk. Kijk, we moeten... Oh, wow, 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 wow. Wow, oké, okay, het wordt wel moeilijk. Het wordt wel moeilijk. We moeten wel een klein beetje afstand houden. Want af en toe stoppen ze en dan draaien ze zich opeens om of zo. Kijk, ja. Oké? Okay? Ja, lopen maar. Blijf maar even lekker informatie, jongens. Ja, top. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, niet raar gaan doen, hè? Niet raar gaan doen. Oké. Okay. Dankjewel. We zijn er. We hebben alle tests doorstaan. En we hebben dus het lamineerpakkie in de pocket, jongens. Er was wel een kleine kanttekening. Hij werkt niet bij alle vijanden. Sommige vijanden zijn te slim en die zie je wel gewoon. Anyway, laten we lekker teruggaan naar de woestijn. Kijk, onze auto stond nog klaar, dus dat is top. Nou, moeten we hierin, Olivia? Denk je dat we... Ja, Olivia denkt van wel. Die zegt, volgens mij kunnen we hier naar binnen. Zullen we eens lekker gaan kijken? Oeh, ja, dit ziet er wel uit als een spannende toren. Met een mooi toothoofdje. Bovenin brandt er één lampje. Ik ben benieuwd of dat genoeg is om de zon weer te reviven. Om die weer tot leven te krijgen. En dat gaan we zien in de volgende aflevering, waarin we deze toren gaan bezoeken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal en wil je me ook live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!